Ja, het zat er weer niet in. Een hele pijnlijke nederlaag tegen Heracles. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. En we hebben natuurlijk weer een mooie vraag voor de trainer. Dit is de Tos met Jos. Weer niet tegen. Ach, jongen. Maar we hadden het wel bij het juiste eind, Lucas. Ik had natuurlijk 4 doelpunten gespeeld. Ja. Ze werden alleen niet goed verdeeld. Nee, maar ik snap heel veel. En Heracles is gewoon een goede ploeg. En volgens mij hadden we daar in 1812 voor het laatste resultaat. Maar het gaat mij erom, als jij strijdt voor leven en dood. Want dat is het op dit moment even bij VVV. En je krijgt in de 82e minuut per ongeluk een gele kaart dat je hands maakt. Ja, dat kan niet. Gaan schoppen. Je hoeft mij niet te gaan schoppen. En niet van, nee, maar er is er wel eentje die een keer hop die botte bel erin moet zetten. En even een keer gaat zagen op dat middenveld. Om even een signaaltje af te geven. Gebeurt niet. Je staat zelfs vriendelijk op te veel afstand. En ik ga niet de grap maken, corona-afstand. Maar het is echt. Ik zie niet bij deze spelers dat zij er alles aan willen doen. Dat zij er een been voor willen laten om deze club in de Eredivisie te halen. Nee, ik zie niet de absolute wil om te winnen. En het lijkt me ook heel erg frustrerend. Als jij als trainer of als technische staf of als niet spelende speler dan op de bank zit, want de 11 beste spelen, dat betekent jij bent niet beter. Gaat dan ook in je hoofd zitten, dus ik ben nog slechter dan die? Nou, dat denk ik niet. Ik hoop het althans. Nee, maar even serieus, dat doet pijn. Nee, maar ik snap ook wel dat die jongens dat ook niet met opzet doen. Nee, maar kijk, die dat lopen is niet dat veld op, want dan gaan we eens even lekker met 4-0 van Heracles verliezen. Nee, dat absoluut is het niet. Maar het zit gewoon in die kopjes. En dat valt al best wel snel een tegendoelpunt. En er valt ook een tweede doelpunt. En dan zit alles tegen. En dan denk je, ja, het is weer zover. Ja. Lucas, ik wil het er gewoon niet meer over hebben. We streep eronder. Zand erover. We gaan met de trainer praten. Trainer, het zat er weer niet in tegen Heracles. Ik vind, je kan in Almelo verliezen. Ik vond de manier waarop, dan met 4-0, werd wel pijnlijk. Vond je dat ook? Ja, als je zeker de goals terug gaat analyseren, dan geven we ze veel te gemakkelijk weg. En dat moet en kan beter. Maar je moet het wel weer zaterdag met elkaar zo voor elkaar krijgen dat je niet die kansen zomaar en zo gemakkelijk die goals laat binnenvallen. Want ja, dan win je ook een wedstrijd niet. Dan is het weer geen resultaat. En dat gaat ondertussen wel een beetje in die kopjes zitten, denk ik. Ja, hoe ga je daar als trainer mee om? Ja, dat zit natuurlijk al langer in. En het is gewoon heel frustrerend en ergerlijk. Want je doet de hele week je stinkende best om het beter te doen en een goed resultaat te halen de volgende wedstrijd weer. En nu opnieuw weer tegen RKC. Ja, je zult toch een overlevingsstrijd moeten voeren en daarin voorop gaan. En dat begint bij jezelf en dat draag je zo over op je medespelers. Ja, want het worden wel de weken van de waarheid nu, hè? Ja, zeker zaterdag. Want dat is een wedstrijd die we niet mogen, maar ik denk dat we die moeten winnen. Mm. Om ook nog een reële kans te hebben in die laatste thuiswedstrijd. Om misschien dan via de plaats 16, via de play-offs, misschien dan toch nog die Eredivisie-behoudschap te bewerkstelligen. Ja. Ja, het wordt spannend in ieder geval de komende weken. Ja. Wij hebben een vraag van twee broertjes. Ja, twee vragen, twee broertjes. We hebben Vince Broekman. Die wil iets weten eigenlijk over de wedstrijd tegen Ajax. Dus ik hoop dat die vraag het niet wordt. En we hebben Michael Broekman. Allebei uit Blerik dus. En die heeft een vraag over de trainer persoonlijk. Oké, Michael is Albert Heijn. Michael is Albert Heijn. Dit is trainer. Kijk eens. Albert Heijn. Nou. Michael's vraag. En de vraag was dus? De vraag van Michael was, hoe ontspan jij als trainer? Nou, ga je dan heel veel voetbal kijken of ga je, hoe ontspan jij? Dan probeer ik thuis nog een keer die wedstrijd na te kijken. En die verloop van hoe heb je die goals binnengekregen. Dat is geen ontspannen, Jos. Ja, dat moet wel eerst even, anders kun je toch niet slapen. Okay. Als je thuis bent of in bed ligt. En de dag daarna ga je proberen het van je af te zetten. Dan ga je wandelen, dan ga je een stukje lopen of je gaat een stuk fietsen. En dat probeer ik dan een plaatje te geven van de avond die dan daarvoor gespeeld is of die wedstrijd. Ja, en dan ga je weer aan de slag van hoe kunnen we het beter doen en hoe ga je dingen weer opnieuw oplossen. Is Jos te genieten thuis als er verloren is? Ja, dat zal ik ook van. Ben je leuk? Nee, dat denk ik niet. Maar mijn vrouw weet er wel mee om te gaan. Dat is wel fijn als je trainer bij WV bent, hè? Want dan verlies je wat vaker. Ja, dat klopt. Maar ze weet me wel met rust te laten dan. Lukt het je om het helemaal uit te zetten?
Nee, dat lukt niet. En dat heb ik al 25 jaar een beetje bij me. Dat je wilt het liefste winnen. Daarvoor steek je heel veel energie, elke dag opnieuw. In je trainingen, in je voorbereiding op een wedstrijd. En ja, dan wil je ook succes hebben. En als dat niet het geval is, dan, ja, dan ben je gewoon heel droevig. En ja, ook wel heel gefrustreerd om het zaakje weer in de goede richting te kunnen sturen. Nou, trainer, laten we hopen dat je zaterdag en zondag in ieder geval zo te genieten bent. Nou ja, zeker. En hoop ik ook voor je vrouw. Ik hoop het, ja. Weken van de waarheid, ja. Met name. Ja, nou ja, week van de waarheid. Nee, want als je RKC verliest. Nee, maar want als je RKC verliest, dan kun je gewoon net zo goed niet meer voetballen. Weet je wat we gaan doen? We gaan nu de play-offs voor de play-offs spelen. Dus we hebben nog een play-off wedstrijd tegen RKC. We hebben een play-off wedstrijd tegen Emmen. En we hebben nog een oefenpotje tegen Ajax. Ja, ja, die Ajax moet je gewoon, ja, telt gewoon niet. Nee. Ja, voor de belangrijke laatste weken van Barcelona, ja, hadden ze een teambuilding activiteit georganiseerd. Ze gingen lekker barbecuen bij Messi. Ik vind dat wij dat ook moeten gaan doen, Lucas. Wij moeten lekker ook lekker massaal barbecuen. Ja, bij Messi. Wie? Bij Messi. Wij gaan ook barbecuen bij Messi. Als je barbecue bij Messi, dan gaat het goed. Ja, die wedstrijd tegen RKC, die gaan even niet zo lekker. Maar hey, heel flauw, ze staan gewoon boven ons. Hè? Nou, en Emmen staat boven ons. Wat ik vet vind, Lucas, dat iedereen ook wel te drongen is van het feit dat het zo'n enorm belangrijke wedstrijd is. Er komt ook weer een sfeeractie aan. Dus er staan zaterdag voor die wedstrijd gewoon een paar honderd man hier op de parkeerplaats. Ja. Om onze ploeg weer een keer toe te juichen. Hetzelfde als hoe ze dat toen deden bij die uitwedstrijd tegen Vitesse. Dat was toch waanzinnig. Ja, en daarom zeiden boost, die spelers ook, daar kregen wij een boost. Krijg je een boost van. Ja, en dan moet je tegen RKC, hè, eigenlijk net als Emmen aan het begin van het seizoen, was RKC afgelopen coronaseizoen, ja, dood en begraven. Ja, ze waren zeker gewoon gedegradeerd. Het was gewoon voorbij. Dat was het. Maar ze doen het nu aardig. Ze hebben een aardige ploeg, maar Lucas, wij gaan die wedstrijd gewoon winnen. Ja, maar luister, hey, jij roept altijd 3-1, hè? Ja. Nu roep ik het. Dit wordt 3-1 voor VVV. Dit wordt 3-1 voor VVV. Het maakt mij helemaal niet uit wat het wordt, Lucas. Als ze maar gaan winnen. Twee play-off wedstrijden dus nog. Voor hopelijk een paar play-off wedstrijden daarna. En met de allerlaatste oefenwedstrijdje tegen Ajax. Maar eerst kraker tegen RKC. Zaterdagavond, 9 uur. VVV RKC in dit theater.